Wij zijn open. Fuck it. Wij zijn open. Fuck it. Fuck it. Yes. We gaan open. We zijn open vanaf nu. Goedenavond. Ik ben DJ Nes. Goedenavond. Mijn naam is Hando. En samen volgen wij de boys van de Kid. Zeker. We hebben iets te delen met jullie, maar voor ik dat doe, wil ik graag een bedankje geven. Een bedankje aan iedereen die ons gesteund heeft. Door de jaren heen. We begonnen met een rode barbecue en een droom. Niks meer. Daarna zijn we doorgegroeid naar een foodtruck. Bloed, zweet, tranen, maar het lukte. Uiteindelijk hebben we het zelfs, wonderbaarlijk genoeg, zo ver geschopt dat we nu staan in een restaurant. Ons allereerste restaurant. En dat hadden we nooit gedaan zonder jullie steun. Dank jullie wel. Daarvoor bedankt. 2020 was een jaar vol drama. De oorzaak hiervan kunnen de meningen heel erg verschillen. Maar dat we met z'n allen kunnen zeggen dat het een drama was, is waarschijnlijk wel een feit. Eens. We hebben met pijn in ons hart moeten kijken hoe onze mede-collega's, branchegenoten en andere MKB'ers en ondernemers in Nederland personeel gedwongen hebben moeten ontslaan. Dierbaar personeel, kostbaar personeel, want dat is hoe het is. En hoe ze zelfs afstreven op faillissementen. Tragisch. En in de ergste gevallen zelfs met psychische klachten zijn gaan kampen die zo ver zijn gegaan dat het voor een paar helaas fataal is geworden. Dat is echt een probleem. De grootste nachtmerrie van elke ondernemer. Gelukkig zijn deze dingen ons bespaard gebleven. Daar zijn we heel dankbaar voor, maar het had ook anders kunnen zijn. En daarom maken wij nu deze video. Wij verkondigen bij deze. Wij zijn open. Fuck it. Wij zijn open. Fuck it. Fuck it. Yes. Wij gaan open. We zijn open vanaf nu. Wat is het? 7 januari. Wij zijn open. Yes. Fuck it. Wij wachten geen dag langer. Wat ik wel moet zeggen en wat weinig mensen weten is dat er zijn meerdere horecaondernemers door heel het land die al aangekondigd hebben dat ze op 17 januari hun deuren openen. Ongeacht de maatregelen, ongeacht wat er voor onzin verzonnen wordt. Want dat is waar ik ervan vind. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Goed, wij staan daar volledig achter. Alle mede-ondernemers, als jullie het in je hebben, 17 januari, grijp je kans. Je gaat geen vrijheid krijgen. Je moet het nemen. Hou je rug recht. Huh? Peace out. Peace. Oh ja, en één ding. Wij leven in liefde. Nooit in angst. Kijk maar naar onze slogan. Peace. Dat is dus echt groot nieuws. Er was echter een vervelende reactie onder de video. Lees het onder de video. En dan nu Jort Kelder. Dus ik moest gisteren praten over meer besmettingen, terwijl er nu minste mensen in het ziekenhuis liggen sinds weken. Maar is dat, kijk, het voldoeningskansenambt is een notitie gelekt, waarin eigenlijk staat dat bijvoorbeeld bang gemaakt wordt, anders gaan ze zich niet aan de maatregelen houden. En dus de overreactie op de laatste persconferentie van Rutte weer. We hebben 30-40% minder mensen in het ziekenhuis dan een paar weken geleden. Toch wordt er een beeld gecreëerd alsof we in een zwart scenario zitten. En het gaat kerst niet goed met nee. Reken erop dat je je schoonmoeder met kerst niet meer gaat zien. En in Duitsland gaan schoonmoeders inmiddels zelfs dood, begreep ik, van de bondskanselier. En in de beelden zwarte kerst gaan we tegemoet. Dus die politici hebben die grote beelden nodig om die bevolking, die steeds minder geneigd is om te doen wat ze zeggen. En het interessante is dat de journalistiek daar niet een filter in is, maar is die wel ook. Want dat is de vraag, inderdaad. Daar zou de vraag kunnen zijn op een persconferentie. Hoe verhoudt het zwarte beeld zich met de cijfers die ze hebben? Ik moest gisteren praten over meer besmettingen, terwijl er nu minste mensen in het ziekenhuis liggen sinds weken. Ik zeg niet dat het over 2 weken nog zo is. Ja, het is interessant dat ze pakken dat ene feit wat even makkelijk in de paniek past. En de rest, oh ja, dat komt ons even niet uit, daar gaan we het even nu niet over hebben. Ja,
Dat is echt heel gesprekwaardig. Nee, maar daarmee versterk je dat. Want ik heb zelf, als ik dat op teletext op kwart over de twee zie staan, en ik zie staan 8200 besmettingen, dan denk ik, oh my god, wat is hier nu aan de hand? Maar dan, het gaat erom dat je daarna nog even nadenkt, van wat is er dan nog, wat is er en ik vind overigens ter verdediging van de artsen, zowel op, aan tafel, en niet alleen maar Saleh, niet veel anderen, ik vind die artsen vaak, even los van gommers, de gommers, ik denk wel, het slaat een beetje door, maar de meeste artsen, hoogleraar, vind ik buitengewoon geserieerd, voorzichtig. Die relativeren die cijfers altijd. De journalisten ook natuurlijk. Ja.